Groen of rood? Rood. Rood. Wat moet ik dan nu doen? Ze zullen meester Jan benijden, de andere leerkrachten. Het is nog wat zoeken, maar hij mag met het digitale schoolbord werken. Erg futuristisch is de demonstratie bij momenten, met veel o's en a's van de kinderen. En ik ga dan een keer voortdoen. Van zodra dat je in de buurt van die meetlat zit, kun je een mooie rechte lijn tekenen. Dus je kan alles via een laptop bijvoorbeeld thuis, of via een USB-stick thuis gaan oefenen. Of gaan